Leuk dat je kijkt. Vandaag hebben we een pakket. En hij is heel groot en ik ben echt benieuwd wat erin zit. Dus laten we gaan openmaken. Nou, we gaan openmaken. Dat zijn pakketjes. We hebben gelukspoppetjes. Oh, wat leuk. Dit is het gelukspoppetje. Dit is een kerstmannetje met geel, rood en blauwe lintjes, soort van touwtjes. Ik heb twee pakketten gekregen. Eén is voor jullie en eentje is voor mij. Dus ik ga er eentje openmaken. Zo, die bewaar ik voor jullie. Benieuwd. Ik ben benieuwd. Het is Playmobil Adventskalender. Een adventkalender. Wat is dat? Adventkalender. Je hebt adventdagen. Dat is 1 tot en met 24 december. En dan weet je nog die vroeger die dingetjes die je kreeg om open te maken. Elke dag één. Hetzelfde, alleen nu van Playmobil. Oh, mag ik ze allemaal openmaken? Ja, maak maar open. Ja? Ga ik eerst even de beertjes losdraaien. Nu gewoon uitschrijven. Ja, dan ben je klaar. Dan kan je niks meer. Zet maar op. Kijk hè. En nu kan je niks meer. Het is een echte adventkalender. En aan de achterkant zit ook nog wat. Ja, dat kan je wel even laten afhalen. Wat is dit dan? Er staat hier Bella! Dames en heren, we hebben hier waar Bella op staat. Oh, dat is echt leuk! Staat Bella op? Volgens mij is de bedoeling dat je ze neerzet. Wat je nu moet doen is deze los maken. Dan heb je hier een heel mooi vakje. Dan zet je maar in. Zo. Zo, hij staat. Normaal gesproken maak je iedere dag één open. Maar omdat dit een unboxing video is, ga ik ze voor jullie openmaken. Dan beginnen we bij nummer 1. Daar ga ik hem even zoeken hoor. Ik heb hem. Ga hem openmaken. Zit erin? Er zit een maxje in. Met een cap en een borstel en een zweep. Wat leuk. Nou, dan gaan we er even aankleden. Zo, dit meisje gaat naar de meneesje toe. Nummer 2. Voor nu even in de stal van Bella. Zo, nummer 3. Dit is een grote. Het is een hek. Laten we het in elkaar zetten. Oh, kijk. En er zit er nog eentje bij. Zo, die zit erin. Dan pak ik even het touwtje. Ik heb hem hoor. Het touwtje, die moet je aan het dingetje doen. Zo'n briefwerkje een beetje. Zo, tada! Zo, dan zit die vast. Nummer 4. Volgens mij zit er een appeltje in. Oh, een mol. We hebben hier appels. En een hoop. Zo'n molshoop. Met een mol erin. Dat zie je. Dan zijn hier wat appels gevallen.
Zo, nummer 5. Zo, die open. We hebben die. Met die. Zo. Die zetten we hier. Voorlopig. Nummer 6. Tot nu toe is dit de echte Bella. En hij voelt heel zacht. Hij heeft manen die heel zacht zijn. Zelfs allemaal vlekjes, die zijn heel lekker zacht. En hij heeft ook zo'n klein hoofdje als Bella. Die mag even in de rij staan. Nummer 7. Een roze hoofdstel! Volgens mij is het een roze hoofdstel. Oh, dat kan je volgens mij zo op de maag of maar zo. Zo op de staart. De maag. Oh. Ik zie ook nog een halsertje. Tada. Volgens mij kan je daar bloemetjes in prikken. Oh, en we hebben nog teugels. Tada. Dit is ons mooie paardje tot nu toe. Nummer 8. Kom, we hebben hier allemaal dingetjes. Oh, wat leuk. Je moet wel voorzichtig mee zijn tot ze niet vallen. Zo, een emmertje. Even kijken of we die open kunnen krijgen. Hij kan open. En daar kunnen al deze mooie bloemstrikjes in. Zo. Dan kan je op het doosje kan je ook nog een mooie sticker plakken. Zo, ik heb de strikjes en de hartjes heb ik op het paardje gedaan. Het ziet er heel mooi uit. Op de bovenkant, op de zijkant, bij de staart. Nummer 9. Ik heb nog een poppetje in. Zo, dan zetten we de cap op het poppetje. Die heeft dan ook vast. Nummer 10. Volgens mij zit een poetskistje. Nummer 11. Deze is heel groot. We hebben een onderkontje. Een ondergrond met een leuk dingetje. Die zetten we voor nu even neer. Nummer 12. Dit is een kleintje. Van mini Bella. Dus Bella toen ze nog heel klein was. Dus deze mag in Bella haar stel. Met het andere veulen. Zo, twee veulen samen in de stal. Nummer 13. Is het ook wel zo groot? Oh, we hebben een boom. Een boom? Volgens mij kan die hierin. Nou, we hebben een boom. Die past ook hierin. Ja. Tadaa. Is echt leuk. Nummer 14. Allemaal spulletjes voor de boom. Dus dan pakken we de boom er weer even bij. We hebben vogeltjes en bloemetjes. Deze moet je op de boom doen. Zo. Tada! We hebben drie soorten kleuren vogels. Groen, geel en rood. Dit
drie, vier, daar weer. Dus het wordt nu allemaal heel gezellig. Nummer 15. Deze is heel groot, dus dat niet. Dit moet allemaal hekken. Zo, dan kan je een vogeltje op het hek plaatsen. Zo. Hier een vogeltje op je hek. Dan zet ik deze. Oh, sorry, vogeltje. Nummer 16. Volgens mij hebben we poesjes. We hebben een poesje en een kitten. Nou, dat is toch leuk. We hebben een kitten. En we hebben moederpoes. Babypoes, moederpoes. Deze kan sterk. Hoog en sterk. Zo. Dan zet ik deze. En dan zet ik hier zo. Nummer 17. Top. Dit is Bella. Ik vind dat het Bella is. Dus wat ik ga doen, ik ga deze veranderen. Waardoor doe ik hier zo de roze omdat dit Bella is. Nummer 18. En we hebben hem ook in een blauw. En die ga ik op deze doen. Zo. Zet ik die erop. Nou, een tip voor het halsertje omdoen. Meestal zit hier dan niks. Dat moet je doen eerst over de oren heen. En dan kan je het er zo op klikken. Nummer 19. We hebben er nu nog eentje. Deze is voor het blauwe setje. Die maak ik even open. Eerst deze even. Dan hebben we weer een sticker. Dan doen we weer alles in het doosje. Zo, dan doe ik hem even dicht. Kan. Zo. En dan ga ik de sticker erop plakken. De sticker is heel mooi. Er zit een paardje op. Het is een Bella. Die gaat dan deze doen. Zo, dan doe ik hem dicht. Deze leg ik bij de andere. Zit eindresten. Zit een mooi vlindertje. En bloemetjes. Hier een vlindertje in zijn staart. En dan wat bloemetjes. Zit daar ook een bloemetje? Ik bedoel een vlindertje. Laten we die ook doen. Dan van mijn hoofd naar beneden. Waardoor ze kunnen eten. Nummer 20. Ik krijg er nog een meisje bij. Zo, noemen we haar blauwe cap op. Die cap staat me wel heel erg aan. Oh, hoe zo ziet dat eruit? Weet ik niet. Blauwe cap op. Zetje houden we wel laag. En dan borst op. Paardje cap op. Het zijn twee vriendinnetjes, die komen zo aanlopen. Nummer 21. Natuurlijk wat mijn broer altijd zegt. Er is geen manege zonder paardenpoep. Dus een kar met mest en een wiel. Die staat een beetje veranderd. Die daar. Nummer 22.
Er zijn allemaal vakjes open. We hebben een emmertje met wat gras voor de paarden. We hebben eigenlijk wel een beetje hooi. Het weer neer. En dan elke ochtend als ze aankomen, de meisjes, die pakken dan een plukje hooi. En die geven ze dan aan de paarden. Nummer 23. We zijn beide bij 24 aangekomen, maar er is natuurlijk nog 23. Zo, we hebben egeltjes, mijn broers lievelingsdiertjes. Hier is familie egel, die gaat op pad. De meisjes zitten er naar te kijken. Nummer 24. Die maak je open de dag voor kerst. Dus mag ik hem nu openen? Op de dag op kerst. Nou, wat het is een paardje. Een paardje met een hoofdstel en een zadel. Zo, dat we deze. Erop. Dan. Oh, hij heeft witte hoefjes. Dan de oren. Hier. Zo, het halstertje op. Nou, wat je doet. Dit zijn de teugels. Dan heb je hier een mooie kant. En dat is ook wel mooi. Dan de kant waar het boogje naartoe is. Die doe je zo. Zodat die zo zit. Wat je dan doet, is hem zo vastmaken. Zo, en daar is het paardje. Dan gaan we even de mevrouw erop zetten. Die hierbij hoort. Die houdt hem vast. En hi-ha. Dit is de meisjes van Playmobil. Ik ga uitleggen wat ze allemaal aan het doen zijn. De meisjes zijn aan het lopen naar de deur om te vragen op wie ze moeten. Deze mevrouw is met het veulen en het paard is een buitenrit aan het maken. Hier zo staat Bella met haar kindje. Hier staat, ik denk dat ik een vlekje ga noemen, staat hier. En dan hier allemaal leuke dingetjes staan. En de poeskist. Dankjewel Playmobil dat ik dit mocht. Ik vind het echt heel leuk. Playmobil geeft ook nog een pakket mee. We weten niet zeker of het precies hetzelfde erin zit. Dus degene die het heeft gewonnen kan het zeggen tegen ons. Wat moet je ervoor doen? Je moet een zelfgemaakte kerstkaart maken. Het adres waar je het naartoe moet sturen staat hieronder. Dus wil jij dit pakket winnen? Kerstkaart moet binnen zijn om 26 november. En wij sturen dit pakket naar je op 29 november. Dus wil je winnen? Zorg dat je naam en je adres op de kerstkaart staat. Let goed op kerstkaart. De winnaar maken we bekend op YouTube Community. Maar we sturen het wel gewoon naar je op, want je adres staat op de kerstkaart. En wil je dan ook laten weten of het precies hetzelfde is? Veel plezier met maken! Veel succes! Playmobil, hartstikke bedankt dat ik dit mocht. En dat ik een pakket mag weggeven. En voor al je gelukspoppetjes. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Geef vooral een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal. Dus doei!